Hoofdpijn. Heel vervelend. Veel mensen hebben er last van, maar er is ook een oplossing voor. Met name in de oorzakelijkheid. Ik ga je uitleggen hoe dat allemaal werkt en hoe ook hoofdpijn ontstaat. Maar vooral hoe je in de oorzaak er iets aan kunt doen. En hoe dat werkt. Want dat is echt best wel interessant. Hoofdpijn. Echt heel veel mensen hebben hoofdpijn. En sommige mensen hebben een hoofd om pijn van te krijgen. Die heb je ook. Ja, dat is natuurlijk wat minder fijn. Belangrijk is te weten dat als je nou hoofdpijn hebt, hoe kan dat nou ontstaan? En hoe kan je er vanaf? Hoe het kan ontstaan, ga ik je uitleggen. Er is een mechanische reden om hoofdpijn te krijgen. En er is natuurlijk een, zeg maar, niet-mechanische reden. De niet-mechanische reden is heel erg gelegen in stress. Stressmomenten. Het moment dat mensen stress krijgen. Dat is altijd, je krijgt stress, die neemt toe, je ontwikkelt hoofdpijn. Waarom? Omdat als je stress krijgt, doe je dit. Als je stress krijgt, zet je de boel vast. Als je stress krijgt, dan eigenlijk zet je heel je nek vast en kun je niet goed meer bewegen. Je gaat er zelfs een beetje anders van praten, het wordt allemaal minder. Het gevolg is dat die spanning vanuit je nek doorloopt naar je vliezen in je hoofd, hersenvliezen, en daar eigenlijk de boel helemaal op strak zetten, op spanning zetten. Die continue trekkrachten aan, dat gaat gewoon zeer doen in je hoofd. Voorbeeld, als ik continu aan mijn shirt trek, gaat het shirt niet goed. Dat gaat een beetje lubberen, dat gaat een beetje hangen, dat rekt uit. Dat hou je maar beperkt vol. Dus als ik mijn vliezen in mijn hoofd, die doorlopen naar mijn nek en mijn hele werfklomp tot aan mijn stuitje, op spanning zet, omdat iemand iets doet waar ik gestrest van word, of boos van word, of verdrietig, kan ook, dan ontwikkel ik hoofdpijn. Dat is een heel mechanisch proces. De oplossing zit hem uiteraard in hoe je omgaat met de aangeboden prikkel van stress. Maar als dat al gebeurd is en het is te laat, dan moet je hem anders oplossen. Dan moet je dus naar je therapeut, fysiotherapeut, manueel therapeut, chiropractor, osteopaat of een methodekenijtherapeut. Wat doen die? Die gaan die nek vrijmaken. Puur manueel, technisch met de handen. Die gaan zeggen, oké, ga maar liggen, ik doe tak, maak hem vrij. Toch? Allemaal prachtige manipulaties om die wervelkolom weer vrij te krijgen. Dat is leuk, maar onze therapeuten zeggen volgens, ja maar wacht even. Daarna moeten we het ook nog even gaan hebben over hoe ga je nou in de toekomst om met het feit dat er een stressor bij jou binnenkomt die dit als gevolg heeft en hoofdpijn als gevolg heeft. Dus dan ga je ook naar de oorzakelijkheid. En dan is er iets interessants. En dan ga ik je uitleggen wat er gebeurt. Als stress binnenkomt, dan komt het eerst binnen op je middenrif. Die loopt hier. Je diafragma. Het eerste wat je doet namelijk als er stress is, bijvoorbeeld, ik roep nu heel hard boe. Dan schrik je. Doe je dat? En wat is dat? Je middenrif spant je aan. Eerste manier om stress te verwerken. Als jij dan denkt, het was Duco maar, dat is altijd al een clown, dan zakt dat weer weg. Maar stel je voor dat het toch een beetje blijft hangen. Dat je denkt, wat raar, waarom deed hij dat? Dan gaat het naar je lever toe. En die lever die gaat het verwerken, verarbeiten. Die gaat het verwerken. Als dat lukt, prima, ben je er vanaf. Geen reden tot stress, geen reden tot dit, geen reden tot hoofdpijn. Echter, als dat niet lukt, gaat het naar je galblaas. Dan wordt het even opgeslagen, tijdelijk. Zodat je de kans krijgt om je gal te spuwen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je naar mij toe gaat en zegt, Duco, ik moet met je praten. Jij riep opeens boe, ik schrok en een dag later, dat zit me dwars. Waarom doet die jongen dat eigenlijk? Waar is dat voor nodig? Nou, dan geef ik jou een antwoord. En als dat antwoord afdoende is voor jou, dat je denkt, kan mijn leven, dan zakt dat en heb je gal gespuwd en dan heb je geen reden om dit te ontwikkelen. Echter. Stel je voor, ik geef een antwoord waarvan je denkt, nou, daar kan ik helemaal niks mee. Dat gebeurt wel eens, hè, bij mij. Daar kan ik helemaal niks mee. Maar de gekkigheid, die man is niet goed. Dan gaat het van je galblaas naar je mesentericum. Je mesentericum is de bindweefselplaat tussen je organen en je wervelkolom waaruit je organen ooit ontstaan zijn. En daar zit alles wat je eigenlijk toch echt geraakt heeft in je kern. En daar blijft het zitten en dan begint het. Dan, dat mesentericum loopt helemaal door naar boven, naar, zal je niet verrassen, naar je nek en trekt de hele boel vast. En dan denk je, ja, daar zit ik dan. Eigenlijk irriteer ik me dood aan die Duco met zijn boe geroep.
De laatste stap, dan gaat deze stress, als je er maar niet vanaf komt, want je gaat nog een keer met me praten, je gaat in therapie, je ligt jankend bij de psycho, weet ik wat je allemaal niet doet, om er vanaf te komen. De volgende stap is dat het naar je alvleesklier gaat, de pancreas. Komt het daar, daar zitten zeg maar schijnbaar onoplosbare emoties, onverwerkbare emoties, dan is het lastig. Nou, daar zullen we het een keer over hebben, wat er dan gebeurt. Dat is niet voor nu, maar belangrijk is, hij moet dus niet naar dat mesentericum. Het wat? Het mesentericum. Daar moet hij niet naartoe. Want dan zit hij in je kern en dan doet hij wat met je. In de centrale lijn van je lichaam. En die loopt hier naar je mesentericum, naar je nek, naar je hoofd, vastzitten, hoofdpijn. Dus, de oplossing is simpel. Op het moment dat jij iets binnenkrijgt wat voor jou een stressor is, moet je er direct achteraan en wat mee doen. Maar hoe langer je het laat zitten, hoe groter de kans is dat het via je middenrif naar je lever, naar je galblaas, naar je mesentericum gaat en hoofdpijnklachten geeft. Daar zit een cumulatief effect op. Hoe vaker dat gebeurt, hoe eerder deze weg wordt afgelopen en hoe eerder die hoofdpijn ontwikkelt. Dus je ziet mensen vaak zeggen, ja, vroeger had ik één keer in het jaar hoofdpijn, maar nu heb ik één keer in de maand hoofdpijn. Of één keer in de 2 weken, of één keer in de week, of een paar keer per week. Dat is heel slecht. Dat moet je echt voorkomen. Adresseer je stressor. Praat. Zorg ervoor dat die uit jouw lichaam weg is, zodat je door kunt. Die galblaas is belangrijk. En spreekwoorden kloppen. Altijd. Gezegd is ook. Je moet je gal spuwen. Of, over de lever, hè, iets op je lever hebben. Moet je nog even verwerken. Maar die galblaas is belangrijk. Die galblaas is een drukventiel voor de regulatie van druk in jouw lichaam. Dat is weer van belang als we het hebben over migraine. Daar ga ik je ook nog alles over vertellen. Dat doe ik een andere keer, niet nu. Maar hoofdpijn voorkom je door je stressor direct te adresseren. Niet te wachten. Dan hoeft die niet in je mesentericum vastgelegd te worden. Ga je niet er zo bij zitten vanuit trekkracht uit het mesentericum. Alsof je een soort stropdas om hebt. En dan ontwikkel je geen hoofdpijn. Erg belangrijk. Dit kan je zelf. We hebben al een keer een oefening uitgelegd, hè? Die werkt ook. Jij schrikt, ik roep boe, dat toch? Of je baas komt en die zegt iets heel vervelends tegen jij en denkt, stress, liggen. Je rolt je yogamat uit, ligt op je rug, knieën gebogen, ongeveer zo. Zet je handen in het kuiltje onder je ribben op je middenrif. Je ademt in en uit. Gaat mee de diepte in, recht, loodrecht naar de grond. En dan voel je druk, voel ik nu ook. En dan vervolgens, adem nog in, hou je die handen daar, dat is lastiger, en uit, en ga je nog dieper, en dan voel je echt heel veel druk, en dan ga je liggen, en dan blijf je liggen, moet ik zeggen, met die benen zo gebogen. En wat je doet, is op je gemakje wachten tot het zachter en zachter en zachter wordt onder je handen. En als je iets voelt bewegen, beweeg je gewoon mee. Nooit er tegenin, altijd mee. Dan ontspant dat middenrif. Ontspant de fascie, dus het vlies van het middenrif naar je lever en je galblaas. En dan zakt het allemaal langzaam weg. Haal je handen eruit. Ga je naar je baas toe. Ben je helemaal chill. En spreek je hem aan op datgene wat jou stress heeft gegeven. Mag ook je man zijn, je vriend. Kan mij het schelen, je vrouw. Vooral je vrouw. Weet je, moet je vooral doen. Weet je? En dan ben je weer zen. Geen hoofdpijn. Niet voor jou. Ik ben benieuwd. Of ik jullie terugzie bij de video over migraine.